Vandaag behandel ik de vijf meest gestelde vragen over een gastric bypass. Hoe kom ik nou in aanmerking voor een gastric bypass? Om in aanmerking te komen voor een gastric bypass is een aantal criteria van belang. Eén daarvan is het BMI, de body mass index. En dat zegt iets over de verhouding tussen je gewicht en je lengte. Je moet een BMI hebben van 40 of hoger of een BMI van 35 of hoger met, wij noemen dat met aandoeningen ten gevolge van je overgewicht, zoals suikerziekte, een verhoogd cholesterol, slaapapneu, een hoge bloeddruk of versleten gewrichten. Als je aan die criteria voldoet, dan kom je in aanmerking voor een gastric bypass. Wat als ik niet in aanmerking kom voor een gastric bypass? Als je niet aan de criteria voldoet voor een gastric bypass, dan bied de begeleiding door een diëtist... Een psycholoog en een fysiotherapeut, de beste mogelijkheden. Ik sta ergens anders voor een gastric bypass op de wachtlijst. Kan ik bij het Bravis ziekenhuis eerder terecht? Ja, dat kan. Binnen enkele weken kunt u bij ons op de polykliniek terecht en u kunt zelfs al binnen enkele weken een behandeling ondergaan. Binnen één ochtend krijgt u een behandelingsvoorstel. Hoeveel ga ik eigenlijk afvallen? Naar verwachting zult u tussen de 50 en 80 procent van het overgewicht kwijtraken door middel van de ingreep. Dat is echter afhankelijk van de eigen inspanning. Hoe houd ik het vol op de lange termijn? Tweederde van de behandeling moet je zelf doen. Uiteraard met begeleiding van diëtist, psycholoog, fysiotherapeut en hier en daar de chirurg. Maar met ondersteuning van al die disciplines kan het grootste deel van de patiënten. Het gewichtsverlies op zeer lange termijn volhouden. Dit waren de vijf meest gestelde vragen over een gastric bypass. Ik hoop dat ook uw vragen hiermee beantwoord zijn.